een overmaat aan regels. Waarom zou ik mij een programmeertaal eigen maken? Ik ga ook geen cursus automonteur volgen. Jongen en meisje. Glimmende oogjes. Meneer, we hebben een briljant idee. Je kunt niet meer met het krijtje toe. Zo simpel is dat. Je zult die vaardigheden basaal eigen moeten maken. Gaan wij nog meemaken dat er ooit een robot voor de klas staat? Nee. Nee, het zou ook een ramp zijn. Welkom bij deze video en leuk dat je kijkt. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Brains is een serie gesprekken waarmee we iedereen die betrokken is bij het onderwijs en dan met name bij innovatie en digitalisering in het onderwijs willen inspireren en activeren. En in deze video is de politiek aan het woord. En bij mij de woordvoerder, onderwijswoordvoerder van de SGP, de heer Roelof Bisschop. Van harte welkom. Dank. Drukke tijden, denk ik zo, hè? Zo langzamerhand. Ja, je reist van hot naar haar. Dat, ja, maar goed, het campagneteam heeft voor een campagneauto gezorgd voor elk van de kandidaten. En ze leveren af en toe er ook nog een keer een chauffeur bij. Dus, kijk eens. Dus, dat geeft ook wel een stuk rust dat je gewoon niet zelf hoeft te rijden vaak. Nee, precies. Nee, dan kun je toch je mail wegwerken, ja. Tweetjes en dat soort dingen. Onderwijs, ja, het is een heel logisch, denk ik, onderwerp wat bij u past. Want ja. Mist u het nog wel eens? Zeg maar het voor de klas staan, het leiding geven aan het onderwijs. Ja. Nou ja, eerlijk gezegd nog steeds wel een beetje. Hm. En wat ziet u dan als u naar het onderwijs kijkt op dit moment? Wat er allemaal gebeurt? Een overmaat aan regels. En dat kun je niet alleen de overheid verwijten of een inspectie. Maar daar zadelen ze zichzelf ook mee op. Het onderwijs kan zelf een heel stuk doen aan het verminderen van regelgeving. Ja. Ik heb wel eens tegen mij gezegd, als ik directeur zou zijn, nog steeds, dan zou ik als een soort firewall tussen de overheidswet en regelgeving en mijn personeel gaan staan. Mm-hmm. Alleen wat echt zinvol is, zou ik heel loyaal uitvoeren. Mm-hmm. Wat niet zinvol is, dat zou ik zoveel mogelijk traineren. Mm-hmm. En wat niet hoeft en wat de kinderen niet direct helpt, zou ik gewoon afschaffen. Een van de belangrijkste punten bij jullie, het artikel 23. Hè? Dus ja. de vrijheid van onderwijs. Ja. Dan had de CDA pas geleden volgens mij ook nog de brutaliteit om daar een beetje aan te tornen. Ja. Hoe zitten we in die wedstrijd, zeg maar? Ja, kijk, iedereen roept die vrijheid van onderwijs is heel belangrijk. Hè? Hm. En dat is het ook. Dat maakt die constitutionele verankering maakt het Nederlands onderwijssysteem ook bijna uniek in de wereld. Het beroerde is dat er nogal wat politieke partijen zijn die zeggen van ja, maar je moet dat artikel moet wel gemoderniseerd worden. Ja, en omdat er natuurlijk bewegingen zijn in de maatschappij en dan krijg je het heikele punt van bijvoorbeeld een homoseksualiteit, waar natuurlijk heel veel discussie over is. Ja. In hoeverre is dat dan zodanig een waarde geworden dat ook zijn weerslag moet vinden in het onderwijs? Discussie die ik op zich snap. Ja. Die snap ik ook wel. Alleen de vraag waar dit punt zich dan op toespitst is, als er nou reformatorische scholen zijn, en die zijn er, die zeggen van ja, maar wacht even. Onze leidraad is de Bijbel. En de Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat een blijvende relatie tussen man en vrouw, dat de norm is. Ja. Mag ik dat op school dan nog vertellen of niet? Ja. Met respect voor inderdaad mensen die een andere keus maken. Ja. Terwijl het grote probleem en de grote angst natuurlijk is de salafistische invloed via de islamitische scholen. Want wat is het verschil? Ik ken onvoldoende islamitische scholen om daar een algemene uitspraak over te doen. Ja. Maar wat ik wel weet, waar ligt de grens van de artikel 23? Dat is misschien wel de goede vraag. Dat is de democratische rechtsorde. Oké. Okay. Dat is de kern van het verschil. Dat zijn boeiende discussies. Zo, ik kan nog uren over doorgaan. Maar ja, we gaan het hebben over innovatie en over digitalisering. Ik heb een aantal onderwerpen die ik de revue wil laten passeren. 1. Onderwijs op afstand. Ik vind het een interessant thema, omdat we natuurlijk het afgelopen jaar een soort spoedcursus, een gedwongen spoedcursus hebben gehad wat dat betreft. Ja. Hoe kijkt u daarna? Wat kunnen we uit het afgelopen jaar leren? Ik denk dat we kunnen leren, in elk geval in de eerste plaats, hoe wezenlijk belangrijk de docent is. Hoe wezenlijk, tweede punt, belangrijk de ontmoeting met leeftijdsgenoten is. Dat zijn dingen die mis je bij afstandsonderwijs.
Een derde wat we geleerd hebben volgens mij is hoezeer je met het opnieuw doordenken van je leerprogramma digitale hulpmiddelen heel functioneel kunt maken. Hm. Ook in de richting, en dat is een vierde voordeel denk ik, ook in de richting van leerlingen die wat trager zijn van begrip. Of leerlingen die juist sneller zijn. Dus je kunt ook een bepaalde mate personaliseren. Zou het interessant zijn om te kijken om dat online school genieten, zeg maar, om dat wel op een bepaalde manier toe te blijven passen naar de toekomst toe? Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. En dan is het met name, zeg maar, als het gaat over dat maatwerk leren, hè? Dus dat gepersonaliseerd leren. Hoe zit het met de kennis van ICT binnen het onderwijs? Binnen de directies van, binnen de organisaties van, als het gaat om de omgang met ICT, wat voor rapportcijfer zou u het geven in het Nederlands onderwijs? Dat is denk ik een heel lastig iets. Ja, het ligt natuurlijk wel op de weg om aan een onderwijsman te vragen welke rapportcijfer geven. Maar er zijn er die echt een 10 scoren. Hm. Er zijn er ook die echt een 3 scoren. En als je mij vraagt van waar zou je jezelf bij indelen, voorondersteld dat je nog in het onderwijs zou werkzaam zijn, dan zou ik denk ik op een 4 uitkomen. Mm. Is dat voldoende? Onvoldoende? Kijk, wat mij 4 is een onvoldoende. Ja, dat is... Ja. Ja, hoewel sommigen kunnen het dan zo uitleggen dat het toch alweer net voldoende is, weet je wel? Ja. Of je legt een duim erop of zo. Nee, er zijn natuurlijk in het verleden serieuze pogingen geweest om alle docenten een soort digitale rijbewijs te laten halen. Mm. Hè? Word en Excel en noem maar een paar van die andere dingen op. Hoe lang is dat geleden? Ik denk een jaar of 15 dat het volop in de belangstelling was. Ja. Er werden zelfs bij ons op school in de tijd cursussen voor aangeboden. Kun je kosteloos volgen. Ja. Hoeveel tijd ga je daarin investeren? Want dat is natuurlijk vaak de vraag dan. Mijn vader zei altijd, het is geen kwestie van tijd, maar een kwestie van prioriteiten stellen. Ja, dus wat moet ik met Excel? Het zal wel makkelijk zijn, merk ik wel eens op sommige momenten nu, als ik dat bazaal in de vingers zou hebben. Mm-hmm. Ik ben er nooit aan toegekomen om dat certificaat te halen. Mm. En wat je volgens mij heel veel in het onderwijs ziet, is als een docent merkt van, hey, dit heeft toegevoegde waarde, mm-hmm, dan is de fluitje van de cent, dan beheerst het binnen de kortste keren. Ja. Alleen ja, waarom zou ik mij een programmeertaal eigen maken? Ik ga ook geen cursus automonteur volgen. Nee, maar het zou het kunnen schelen als je wat meer met een open vizier kijkt naar alle technologische innovaties die er mogelijk zijn. Want kijk, laat ik zo zeggen, als je dan een klas met kinderen vraagt, of het nou, ik denk vanaf zeg maar het basisonderwijs al, hè, naar het funderend onderwijs tot en met het beroepsonderwijs, en je gaat kijken wat zij allemaal gebruiken en kennen en kunnen en doen. En als je die de vrijheid zou geven, joh, zouden we daarmee ons onderwijs kunnen verbeteren? Dan denk ik dat je wel een paar suggesties krijgt. Dus het heeft misschien ook te maken met een open vizier. Ja, absoluut. Absoluut. En ik vind ook dat je daar... Kijk, maar je hoeft als directie of als schoolleiding nog niet eens zelf te beheersen. Als je daar maar een open vizier voor hebt. Als directeur van die school waar ik het net over had. Ja. Stond mijn deur altijd open. Op een gegeven moment komen daar 2 leerlingen binnen. Jongen en meisje. Glimmende oogjes. Meneer, we hebben een briljant idee, zegt dat ventje. Ja, dan ben je al verkocht. Ik kan zeggen, dat is al leuk. Dat is, precies. Als u ons nou een iPad geeft, dat was toen net in opkomst. Nou, dus ze boden zich aan als proefkonijn. Dan willen zij wel kijken hoe je dan dat in digitale context dienstbaar kon maken aan het onderwijsproces. Laten we dan net een paar maanden ervoor met een aantal directieleden daar grondig over nagedacht hebben van hoe gaan we hier stappen in zetten. Dus ik zeg tegen dat ventje, oké, ik weet niet of het lukt. Ik ga ervoor dat jullie tweeën als proefkonijn een iPad krijgen. En dan gaan we een keurige terugkoppeling wekelijks gaan we regelen. Jullie ervaringen willen we allemaal horen enzovoort. En een collega die daar de spin in het web van werd. Ja. Nou ja, die hebben een iPad gehad. En? En echt laaiend enthousiast. Want ik kwam, nadat ik weg was, kwam een paar maanden later nog eens op school. En ventje zag me, die schoot me aan en die vertelde glunderend
hoe het met het iPad-project ging. Dat ging nog gewoon door. En ja, ik vind dat prachtig. En dat is een natuurlijke manier. Ja. Een andere manier. Kijk, je kunt het geforceerd opleggen, afdwingen. Ja, dat schiet niet zoveel op. Op het moment dat het nodig is, dat hebben we gezien in die coronacrisis. Mm-hmm. Dan worden er meters gemaakt. Ja. Je zag toen ook een soort verschuiving van, ik wil niet zeggen de macht, want dat heeft niks mee te maken, maar met de bepalende rol van de kinderen, die precies weten hoe ze op die knopjes moeten klikken. Ja. En de wat hulpeloze docenten die mee moeten worden genomen, ja, in een leerweg. Het was bijna de situatie, ja, omgedraaid. Hè, soms. Ja, nou ja, goed, maar op zich kan dat ook helemaal geen kwaad. Nee, dat is helemaal niet erg, denk ik. Hoe zorgen we dat de docent van de 21ste eeuw goed is uitgerust? Nou ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je in de docentenopleidingen heel expliciet aandacht besteedt ook aan de digitale kant van de vaardigheden die vereist zijn. Kijk, je kunt niet meer met het krijtje toe. Zo simpel is dat. Je zult die vaardigheden bazaal eigen moeten maken. En op het moment dat zich iets nieuws aandient en je wordt er door overrompeld, ja, dan is het helemaal niet erg als er een leerling in de klas zit die daar handiger mee is. Ja. En die dat even ondersteunt. Dat is op zich, ook pedagogisch gezien, kan dat juist heel goed zijn. Ja. Maar op een gegeven moment, als het gemeen goed geworden is, ja, dan is het raar dat je dat niet beheerst. Ja. Maar je kunt daar ook strategieën toepassen. Kijk, het is niet zo dat het van de ene op de andere, het ene op het andere jaar moet. Hè? Hoe komt het dat op veel scholen PowerPoints en allerlei andere digitale middelen, die whiteboards en noem het maar op, dat gemeen goed geworden is. Heel simpel. Doordat je secties de gelegenheid gaf om die stap richting digitalisering, een beamer, een laptop enzovoort. Goede wifi. Een goede wifi. Die randvoorwaarden, daar moet je voor zorgen, ja, dat in orde is. Dat je de secties de gelegenheid gaf om die stap te maken. En dat was gewoon bekend. We raamden gewoon per jaar een x-aantal lokalen dat uitgerust moet worden. Nou, ik heb het nu over 10 jaar geleden zo'n beetje. Dat uitgerust moest worden met een whiteboard, met een beamer en noem het maar op. En daardoor is in een jaar of 10 is als het ware die hele omslag naar gedigitaliseerde hulpmiddelen, ja, is gewoon dus op een hele soepele manier gemaakt. Het kost gewoon tijd. Ja, het kost tijd. Ja. En het grote voordeel was ook, vond ik, dat je als school niet in één keer de hele smak moest bekostigen, maar dat je gewoon, ook in afschrijving, gewoon een heel natuurlijk proces kreeg. Ja. Want je wist, dan was dat afgeschreven. En dat je met veel geringere bedragen veel beter gespreid. Ja. Dus de, dat is het leuke van technologie vandaag, dat natuurlijk al veel meer verpakt is in net een maand abonnementen. En dat soort. De allerlaatste vraag, we zijn allebei nog jong en vitaal. Hè? Gaan wij nog meemaken dat er ooit een robot voor de klas staat? Nee, het zou ook een ramp zijn. Ja? Nee, ik zou mijn achterkleinkinderen misschien, ja, dan beleven ze wel zijn. Die zou ik ook absoluut afraden om naar die school te gaan. Kijk, die artificial intelligence, wat dat precies gaat, hoe dat precies gaat uitpakken, weet natuurlijk niemand. Nee. Maar het idee dat je bijvoorbeeld emoties zou moeten programmeren en dat zo'n robot dan aan een traan in de oog van een ander zou herkennen dat hij ook een traan moet laten. Ja, jongens, zo maakbaar is het leven nou eenmaal niet. Dan moet er gewoon een warme menselijke knuffel zijn. En die juf die moet dat huilende kind dat daar in de zandbak met de snuffen die in het zand gevallen is en helemaal allemaal zand tussen de tandjes heeft, die moet dat netjes even uitspoelen en het kind een beetje troosten. Zo moet het blijven gebeuren. En dat is die menselijke dimensie, die is echt absoluut onvervangbaar in het onderwijs. Is mijn vaste overtuiging. Heer Bisschop, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En namens Brains, dank je wel voor het kijken. Dag.